Paso. Ik kijk eigenlijk ieder jaar opnieuw weer uit naar de Culiperslunch. Ik denk dat ik vanaf de allereerste er geweest ben. En het is een soort ontmoeting met iedereen uit het vak. En je doet nieuwe ideeën op. Dus voor mij is het echt het leukste culinaire uitje van het jaar. Ik ben culinair journalist. Ik schrijf ook over eten. Dus ik ben met name geïnteresseerd in de kookboeken. En in producenten die iets leuks te vertellen hebben. Waarom ik hier ben? Omdat ik hier elk jaar ben. Ik ben hier al 9 jaar. Dat is een van de leukste evenementen die er bestaat in de culinaire wereld. Hier gebeuren ontzettend veel leuke dingen. Ik begreep dat er dit jaar heel veel nieuwe zaken zijn. En dat geeft ook een beetje aan wat Culiperslunch doet. De hele tijd inspelen op nieuwe trends, op nieuwe dingen die overal gebeuren. En daar moet je bij zijn. Ik heb hier vorig jaar gestaan om te koken voor Konimax. Maar toen kon ik natuurlijk niet zoveel rondlopen. En nu heb ik echt gewoon de kans om allemaal lekkere dingen te proeven. En iedereen weer te ontmoeten. Ik kom hier een beetje om te kijken wat voor merken er zijn, wat voor producten er op de markt zijn. Kijken of ik samenwerking met mensen aan kan gaan. Natuurlijk heel veel lekker eten proeven. Aside from my soul.